Ja, en wat doe je op een eerste Pinksterdag? Je gaat de buurt verkennen. We gingen op pad en we kwamen terecht op de Amstel. En daar liepen wij de Amsteltuin tegen het lijf. We gingen kijken naar deze prachtige tuin vol met schitterende beeldhouwwerken. Ik hoop dat u geniet, net als dat wij gedaan hebben. Ook al is het alleen maar van het beeld. De Amsteltuin. Een expositie van beelden in een hele prachtige omgeving. En dat allemaal op een kwartiertje fietsen of misschien een half uurtje wandelen van Amsterdam. Carine van Steen, wat is de bedoeling van de Amsteltuin? Het heet heel keurig Buitengalerie voor Beeldhouwkunst. En wat doen jullie hier? Nou, dat zegt al een beetje wat we zijn. We zijn een galerie met de bedoeling om beelden te tonen en te verkopen. Om die beelden mooi te tonen, hebben we 10 jaar geleden deze tuin ontworpen speciaal om hier beelden zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Dus dat was zoals Albert Hooyer, die hebben jullie net ook even gezien, dit ontwerp heeft gemaakt. Zodat beelden niet te veel in elkaars invloedssfeer staan en je echt kunt zien wat voor een invloed ze hebben op hun omgeving. De beelden die buiten staan zijn vrij monumentaal, maar die hebben ook wat ruimtes waar wat kwetsbaarder, wat kleinere beelden staan. In de serre, zoals we het noemen, hebben we van een stuk of 15 beeldhouwers staan, kleinere werken. En het is natuurlijk voor niet iedereen haalbaar om zo'n groot ding, niet iedereen heeft zoveel ruimte. En die kleine zijn vaak ook zo vreselijk mooi en die komen goed uit in zo'n kleine binnenruimte. En ik denk alles bij elkaar, zowel binnen als buiten, dat er zo'n 200 beelden te zien zijn. Binnen 100, buiten ook een kleine 100. Nou zijn jullie niet iedere dag open, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 1 uur tot 6 uur en op feestdagen? Op zaterdag zijn we gesloten. We zijn op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag open. En zaterdag is onze privédag. En wat voor mensen komen hier? Wat voor mensen komen hier? Verzamelaars. Liefhebbers van beeldhouwkunst. Mensen die toevallig langs gefietst zijn. Want het is natuurlijk een vreselijk leuke route hier langs de Amstel. En die ons dan ontdekken. En verder merk je dat door, als mensen één keer hier geweest zijn, dat zo'n kettingreactie geeft. Dat er dan dat ze zo'n 10, 15 mensen in hun kielzog meenemen na verloop van tijd. Dus dat cumuleert een beetje. Ja. Wat ik zie is dat ook zeg maar, de plantengroei en de tuinaanleg helemaal harmonieus overeenkomt met de ruimte, ook de zichtruimte voor de beelden. Ja, nou, dat is bij aanvang in het ontwerp al bedacht. Als wij nu, of als ik bezig ben met het voorbereiden van de tentoonstelling, hou ik met de keuze ontzettend rekening mee waar ik een beeld kan plaatsen, zodat het goed tot zijn recht komt. En eigenlijk vinden we dat beeld en omgeving elkaar moeten versterken. Dus de tuin is ervoor aangelegd, maar de beelden worden dan ook weer geselecteerd op geschikt. Ja, in de eerste plaats omdat we ze mooi vinden. In de tweede plaats op geschiktheid voor de locatie. En dan merk je ook dat we veel groeperen. Beelden die qua stijl bij elkaar passen, die mogen elkaar zien. Beelden die qua stijl erg uiteenlopend zijn, die zien elkaar niet. Die staan in afzonderlijke ruimtes. En door de coulissewerking in de tuin kom je op de wandeling beelden tegen en overzie je het terrein niet in één keer. Dus het doet ook nooit overvol aan. Hoewel er op een betrekkelijk klein stukje grond, een half hectare is niet zoveel. Toch een kleine 100 beelden staan, heb je nooit het gevoel dat het heel erg vol is en heel erg veel is. En dat komt door die coulissen en door die afzonderlijke kamers. Je overziet het niet in één keer. Nou zullen veel van dit soort beelden toch niet belanden in een tuin, maar bijvoorbeeld in de entree van een bedrijf, dat soort zaken. Hoe kun je dat nou beoordelen? Als er een bedrijf bij ons komt die speciaal is op zoek naar iemand dan, of naar een kunstwerk, dan geven ze meestal wel aan waar
voor welke locatie ze iets zoeken. En dan gaan wij vaak kijken naar de locatie. En hier in de tuin hebben we kunnen uitzoeken wat voor genre werk aanspreekt. Met dat als informatie in onze rugzak gaan we dan uit het enorme bestand van beeldhouwers dat we hebben en beelden een collectie samenstellen van werkstukken die voor die specifieke locatie geschikt zouden kunnen zijn en waarvan wij denken dat het past in het idee dat de opdrachtgever heeft voor een kunstwerk in de hal of bij de entree of wat dan ook. Komt ook de overheid hier wel eens kijken, zeg maar de hogere overheid voor grote projecten of de lagere overheden, de gemeentes die wel eens komen kijken? We hebben geen opdrachten van gekregen. Wel is wel leuk dat de kunstkoopregeling is natuurlijk semi-overheid. Is de Mondriaan Stichting dat die met de kunstkoopregeling de galerie wel erkent als een kwaliteitsgalerie. Wat houdt die kunstkoopregeling in? Die kunstkoopregeling houdt in dat je op basis van een renteloze lening kunst kunt aankopen. Het leningsbedrag heeft een maximum van 15.000 gulden. En dat kun je gespreid over 36 maanden betalen. Het minimum aflossingsbedrag, afhankelijk natuurlijk ook van de prijs van een kunstwerk, is 50 gulden per maand. En dat maakt de dingen een heleboel haalbaarder. En merk je ook dat mensen wat makkelijker een beeld wat anders moeilijk voor ze bereikbaar zou zijn, omdat dat het te kostbaar is, wel aandurven. En daarmee een stuk in huis kunnen halen wat anders niet binnen het bereik zou liggen. En de rente wordt betaald door de overheid. Dus dat is de subsidie die de overheid geeft aan particulieren die een kunstwerk willen aanschaffen. Veel van het werk wat hier staat is zeg maar non-figuratief. Maar er zijn ook hele herkenbare vormen waarvan je zegt, oh ja, dat doet me ergens weer aan denken. Dat is een vrouwfiguur of wat voor ding. Waar gaat de voorkeur uit van de kopers? Wat willen mensen tegenwoordig? Het is niet zo eenduidig. Je zou zeggen, men wil figuratief herkenbaar. Maar dat is dik hout zaagt men planken. Zo is het toch niet. Je merkt ook dat hier toch mensen komen die geleerd hebben. Veel mensen die vaak naar kunst kijken en dus een ontwikkelde smaak hebben. En zowel abstract als figuratief werk is daar is belangstelling voor. Het gaat om kwaliteit en dat vind je in alle categorieën. En ook heel slecht vind je in alle categorieën. Dus het gaat erom dat je binnen de diverse stijlen die werkstukken eruit kiest. Die kwaliteit hebben. En dat is een heel lastig begrip natuurlijk. Maar kundigheid is er één. Eén van. Inhoudelijkheid is een ander aspect. Die combinatie is een plus. Nou zo. Ik kan dus heel moeilijk zeggen of er in zijn algemeenheid dat verkoopt nou heel verschrikkelijk goed. Nee, kan ik niet zo zeggen. Jullie hebben je wel beperkt, zie ik, tot Nederlandse kunstenaars, Nederlandse beeldhouwers in het algemeen. Het is heel geleidelijk, doen we stapjes over de grens. We hebben nu Reinhard Boeksel, die met zijn zandstenen beelden als Duitser hier aanwezig is. We hebben één Belgische kunstenaar die nu momenteel er niet bij is. Ik heb eigenlijk altijd een beetje het beleid van de organische groei gevolgd, het stap voor stap ontwikkelen. Zo brengt de ene beeldhouwer vaak de andere mee en zo laat ik het graag gebeuren. We gaan ook wel op pad hoor, om tentoonstellingen te bekijken en te zien met wie we graag willen werken. Maar dat doen we veelal in Nederland. En je merkt ook vaak dat buitenlandse kunstenaars die aan een galerie in Nederland, met een galerie in Nederland werken, dat die specifiek bij één galerie in Nederland werken. Dus dan moet je echt uit het buitenland halen. En het is organisatie. Zoiets als een kunstraai dan een goede gelegenheid om te zien wat er is? Ja, alleen vind ik de beeldenkunst erg mager vertegenwoordigd. Eigenlijk nauwelijks. Prachtig werk van Thomas Jongans gezien. Joost Barbier stond er met mooi werk. Ik heb nog een paar mensen gezien waar ik niet zo 1, 2, 3 de namen van. Maar heel, heel weinig beelden. Het is schilderijen,
tweedimensionaal, voornamelijk wat keramiek, maar heel weinig beelden. Dus wat dat betreft is het goed dat we vlak in de buurt zitten van de Rij. Wat me hier ook opvalt is dat de materialen inderdaad ook nogal verschillen. Ik zie koper, ik zie staal, geroest staal, allerlei soorten steen, witsteen. Of zoals die buksel, okerkleurige zandsteen. Niet zo'n vreselijk materiaal wat je vaak tegenkomt. Kiezen jullie ook naar materiaal of zeg je dat komt vanzelf? Nee, het materiaal is de drager van het kunstwerk. En het is niet, je kiest niet voor een bepaald materiaal, je kiest voor een kunstwerk. En dat is dan toevallig van een bepaald materiaal. Maar het is niet om het materiaal dat je ervoor kiest. Je kunt voor het samenstellen van een collectie op een gegeven moment zeggen, ja, je wil toch wel wat variatie hebben, keuzemogelijkheid geven aan mensen. En daarom is zowel brons als keramiek, als hout, als staal erin. Maar ze zijn niet gekozen. Hoewel, je... Het heeft toch ook invloed op de prijs? Of iemand een... Precies, tuurlijk. Een keramisch beeld is veel minder duur dan een bronzen beeld. Dus je hebt... Wel bij het samenstellen van de collectie dat je in diverse prijsklassen en in diverse materialen wat wil laten zien. Maar doorslaggevend is het kunstwerk goed en klopt het en is het goed te plaatsen in deze omgeving. Komt het goed tot zijn recht? Want je wil ook de kunstenaars en hun werk eer aan doen en dat goed laten zien. Dus dat zijn eigenlijk de doorslaggevende redenen. En natuurlijk kijk je... Of je in verschillende prijsklassen en in verschillende materialen wat kan vinden. Krijgt u nog subsidie van de gemeente Amstelveen hier? Nee, we moeten het hebben van de verkoop. En het lukt. Je wordt er nooit rijk van, maar het is hartstikke leuk werk. Dus in zoverre zijn we natuurlijk hartstikke rijk. Ja. Carine van Steen van de Amsteltuin en dat ligt aan de Amstel. Zoals ik al zei, kwartiertje fietsen, half uurtje wandelen vanaf Amsterdam in de richting van Oude Kerk aan de Amstel. Bedankt.